Ja, ik hoor Joris zeggen, dit komt goed. Hè? Dat valt mee straks voor die toekomst. Ik ben het daar toch niet mee eens. Want wat net al genoemd wordt, de groei van de economie. Het CPB zegt geloof ik dat de groei zou dan van 2,0 naar 2,4 uit mijn hoofd. Dat het echt maar om een paar procentpuntjes gaat. Wat uiteindelijk dit gigantische pakket gaat opleveren. Dus de staatsschuld die gaat gewoon keihard doorstijgen. Er staat geen economische groei tegenover die dat gaat compenseren. Nee, maar wat zou jij dan willen? Want ik hoor ook van ja, het moet gewoon. Klimaat, ja, nee, moet, daar ben ik het, onderwijs ben ik het ook mee eens, moet. Zeker. Kijk, bijvoorbeeld voor SGP is defensie altijd een belangrijk thema geweest. Daar dus jullie zeggen ook meer dat geld moet naartoe. Ook? Ja. Alleen alles op zijn tijd en met mate. Dus wat belangrijk is we hebben de afgelopen jaren in Europa hebben we strenge normen gehad. Bijvoorbeeld staatsschuld max 60% van het BBP. In Nederland hebben we ook altijd de zalmnorm gehad. Als we geld over hebben uit projectjes, gaan we dat niet per se direct in een volgend projectje stoppen. Waar nog een lobbyclubje voor staat. Maar gaat dat terug naar het terugverdienen van staatsschuld. En dat soort normen worden op dit moment allemaal losgelaten. Ja. En ik zie premier Rutte en mevrouw Kaag al aankomen bij de Grieken en de Italianen. Met straks onze staatsschuld die volgens de berekeningen kan oplopen tot zelfs 90%. Nou, dan kunnen de Italianen kunnen daar nog wat van leren. Ja, want Daphne,